Verwacht een wonder staat er op het spandoek vlakbij Park Presikhaaf. Even verderop staat een grote tent. Hier moet het gebeuren. Tijdens de kerkdienst zal geprobeerd worden om mensen van kwalen en ernstige ziektes te genezen. Wij geloven dat Jezus het kan. Mensen geloven dat Jezus het kan. Als de zieke ook gelooft dat Jezus dit kan doen, dan kunnen we een wonder zien. En dan kunnen we mensen genezen zien worden. Een aantal van de aanwezigen zit in een rolstoel. Ik heb MS. En dat is primair progressief. Dat is een versie waar je hart op achteruit gaat. Tegen het einde van de kerkdienst mogen mensen naar voren komen. Deze vrouw heeft last van artritis. Er wordt gezamenlijk gebeden voor haar genezing. Bent u nu ook genezen? Niet helemaal, maar ik kan het beter. En wat kunt u dan beter? Kijk, handen buigen. Dat kon eerst helemaal niet. Deze is nog wel een beetje stijf. Deze vrouw had last van haar rug. Het is helemaal weg op dit moment. Ik heb wel moeite met lange afstanden lopen, dus dat moet ik nog even uittesten natuurlijk. Daar kan ik nu nog weinig over zeggen. Voor de man met MS wordt uitgebreid gebeden. En dan wordt er gevraagd of hij kan opstaan. Maar nee, dat gaat niet. Het gebed lijkt niet geholpen te hebben. Ik heb er weinig van gemerkt. Ik heb nog geen... Dat ik zeg van, ik kan mijn eigen beter bewegen.